crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow. Noorwegen is een heel mooi land waarin Nederland al vaak grote successen heeft behaald. Al gebeurde dat voornamelijk op het ijs. Bijvoorbeeld door Kees Verkerk. Dus op dat balkonnetje zat koning Olaf altijd? Ja, daar was die dus, zat altijd daar aan de rechterkant vanaf hier nou. Rechts. En daar was dus de koninklijke familie erbij, de kinderen en de kleinkinderen. En dan bleef hij altijd, wat het mooiste was, bleef hij altijd zitten. Tot de ereronde gereden werd. Prachtig, zuinig langs de rand. Schitterend gedaan, Kees. Toen jij viel in Deventer, toen zat mijn vader huilend thuis. Ja, we waren... Dat bracht jij teweeg. Kees Verkerk. Wij waren vroeger de superman, hè? Ja. Schenk en Verkerk. Maar Kees Verkerk bleef er uitstekend bij in die buitenbocht. Voortreffelijk gedaan, Kees. Jij bent hier wereldkampioen geworden in 1967. Ja. En toen hadden ze gegokt tussen de Nooren, daar bij die palen, daar hadden ze een vuurwerk in elkaar gezet. En ze hadden gegokt, die hadden gezegd Verkerk gaat winnen. Dus toen het vuurwerk aangestoken werd, toen kwam er ineens Verkerk staan daar. Dat is wereldkampioen, dan schenk het gewoon aan, dat ze het nooit meer goed kunnen maken. Een tiende seconde voorsprong misschien voor Kees Verkerk. Ja, dat was een goede oude tijd. Gaat het nog wel eens door je hoofd? Ja, bijna elke dag, want de mensen die bij me komen, die praten er altijd over schaatsen. Ik heb één voordeel in mijn werk in het restaurant. Ze praten bij mij weinig over politiek, want de eerste vraag is hoe gaat het met jou? En de tweede vraag is altijd wat doet Art Schenk? Ja, Kees, ik heb je speciaal uit Kristiansand hier naartoe laten komen om het Nederlands elftal te komen begroeten straks. Die komen zo aan op het vliegveld en... Jij bent natuurlijk een man met mentaliteit. Dat is zo. Dat zegt men, ja. Ja, dat is zo. Dus ik dacht van, als jij daar nou staat en jij begroet het Nederlands elftal, dan pipt dat die spelers een beetje op. Ja, daar komt hij aan, Bergkamp. Ja. Spelen maar.